3D printing is troef voor industrie en medische wereld. Innovatieve health tech sector bruist van creativiteit. Belgische bedrijven geven wagenindustrie een boost. Duaal leren, de opleidingsvorm van de toekomst. Hallo en welkom bij een wel zeer leerrijke aflevering van Ambition Channel. Na deze dosis nieuws ben je weer helemaal mee met de Belgische technologische en jawel, medische sector. En je zal ook een grote fan worden van duaal leren. Oké, maar voor we iets gaan leren over het laten leren van studenten, richten we eerst onze pijlen op de ontwikkelingen in additive manufacturing, beter bekend als 3D printing. Het is een domein met heel wat toepassingen en voordelen. Voor bijvoorbeeld de industrie, economie en zelfs de jobmarkt. En België is where it's happening. Jazeker, wij zijn wereldwijd absolute voortrekkers met veel bekende en minder bekende spelers. Een mooi voorbeeld is ZigZag. Zij kunnen in een korte periode auto-accessoires printen die tot voor kort in het buitenland geproduceerd moesten worden. Dat 3D-printers steeds sneller en gesofisticeerder worden, is trouwens ook goed nieuws voor patiënten en hun artsen. Zo produceert de Luikse start-up Serum onder andere biokeramische implantaten voor de medische sector. Denk bijvoorbeeld aan beenderen, mond- en kaakimplantaten en zelfs ruggenwervels. Ongelooflijk als je het mij vraagt. Dit is trouwens niet het enige innovatieve nieuws uit de medische wereld. Er broeien tal van ideeën om de patiëntenzorg continu te verbeteren. Alleen is het niet altijd evident om een geniaal idee om te zetten in realiteit. Geduld, het is een schone deugd, zeggen ze, maar toch liever snel, wat ons betreft. HealthTech Belgium is een platform dat de nobele kunst van het wachten overbodig wil maken. Dit gezamenlijk initiatief van Agoria, Biomedtech en de Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs wil bedrijven in de zorgsector ondersteunen en samenwerking tussen ondernemers stimuleren. En zo kan een innovatief idee dat onze gezondheidszorg verbetert, sneller in praktijk worden gebracht. Neem bijvoorbeeld deze bionische voet. Het is een knappe prothese die een gehandicapte persoon helpt om natuurlijk te stappen. We maken nu een kleine bocht naar de wagensector. De grote constructeurs zoals Audi of Volvo Cars, die ken je natuurlijk. Maar hoe zit het met je kennis over de verborgen pareltjes in deze industrie? Die zijn gespecialiseerd in augmented reality, zelfsturing, geavanceerde remsystemen en vooral, het zijn Belgen. Jawel, het is technologie van bij ons voor mondiaal gebruik. De bloeiende sector creëert direct of indirect werk voor zo'n 61.000 mensen. En we hebben het vaak over topinitiatieven, topideeën en topproducten. Maar hoe slagen we erin om telkens zo'n kwaliteit af te leveren? Omdat we de talent en de skills hebben in ons land. Maar Ben, hoe vinden jullie dan al die talenten en topbreinen op de jobmarkt? Wel, via een heel originele recruteringsactie bijvoorbeeld. Tijdens het voorbije autosalon hadden potentiële kandidaten bij Volvo een sollicitatiegesprek met een HR-robot. Artificiële intelligentie, we zijn er nog lang niet over uitgesproken. Die topbreinen van daarnet, die worden niet kant-en-klaar geboren. Allemaal hebben ze opleidingen, mentors en supporters achter zich die hen zo ver mogelijk gebracht hebben. En laat dat nu net ook typisch zijn voor duaal leren. Bij duaal leren krijgen jongeren de theorie op school en de praktijk op de werkvloer, in een bedrijf, waar ze begeleid worden door een mentor. Dat betekent dat ze na hun studies helemaal paraat zijn voor het werkleven. Dat gebeurt bijvoorbeeld al bij Audi Brussels, waar duaal leren sinds 2012 wordt voorgesteld aan leerlingen uit het middelbaar onderwijs voor beroepen als onderhouds- en installatietechnieker. En het resultaat tot nu toe? Wel een dertigtal van deze studenten werden al aangeworven meteen na hun opleiding. Hoe chic is dat? Duaal leren bestaat echter ook in het hoger onderwijs. Twee Brusselse hogescholen, EKAM en ISHEC, hebben de handen in elkaar geslagen om een master duaal leren voor business analyst te ontwikkelen. En zo is iedereen blij. De jongeren en de scholen, want de breuklijn tussen schoolbanken en werkleven verdwijnt, maar ook de bedrijven, want de volgende generatie topbreinen is meteen klaar om eraan te beginnen. En met deze leerrijke noot sluiten we alweer af. Hoe blijf je op de hoogte van het Belgisch technologienieuws? Wel, simpel hè, door je te abonneren op Ambition Channel natuurlijk. Tot de volgende keer, tot Ambition Channel. Salut!